Goeiedag iedereen op deze 16 september 2022. Terug tijd om te trainen met de fiets. Absoluut van belang voor de ademhaling. Natuurlijk bij dergelijke weer moet je goede beschermkledij hebben. Hè. Ik heb bijvoorbeeld dergelijke regenbroek, daar kan er niets door. Even van goede kwaliteit. Dan ook natuurlijk de regenpak, dus ik ben volledig droog, ook geen last van temperatuurverschil. Zo, ik ga hier even de straat op. Ja, Terneuzen biedt een 30 kilometer route, Hulst 20 kilometer is te weinig. Natuurlijk Sint-Niklaas 50. Maar bon, op gebied hier van de fietspaden, nee, voor Terneuzen ook, valt dat wel mee. Ja, er is ook staking terug vandaag. Geen bussen. Bon, hier het verschil tussen één bus en geen bus. Ja, is natuurlijk niet zo te merken, maar bon, het is wel nodig dat er meer bussen komen. Ik zeg, al die problemen met het openbaar vervoer. Praktisch alle dagen niets, als ik even kijk links en rechts, er is altijd iets. En natuurlijk ook wel in het algemeen. In principe zijn er 2 bussen per uur hier nodig. Als er 1 dan uitvalt, dus dat je de tweede nog kan nemen, maar bon. Het verandert niets. Dus ja, die staking die hopelijk verbetert de toestand. Het is natuurlijk wel een nationale staking, dus ook de trein rijden niet. Dus ik heb een 15 kilometer en dan natuurlijk ook wel de van Jan Klein. Ik ga een andere route doen, anders is het een beetje eentonig voor de streetview, voor de video. Dus ik ga nu een stuk van de polder doen, de rechterkant, en dan via de woonwijk van Oteen, de zijkant, naar Terneuzen.
de redelijke zijwind. Maar dat is ook het verschil tussen op het terrein en op een home trainer. Ik moet niets weten van een home trainer. Ik vind dat nu echt saai. Zeg, het is nog altijd iets anders als je buiten bent.
Zaamslag Veer aan de lach van Terneuzen
hoek van dijk, van de dijk, Terneuzen. Reuzenhoek.
zijn geweldige routes, hè. Zelf bij regen, je doet je regenpak aan. Ik ben goed echt niet nat. Ik heb wel natuurlijk de sfeer van de regen, maar bon.
prachtige dijken hier, hè. Natuurlijk ook wel schik voor wandelingen. Dus die route is wel langer dan de gewone route. Nu heb ik wel een stuk van de polder hier gedaan, dat ik in feite korter kom. Een klein stukje, maar bon. Zoveel verandert dan niet. Hier ben ik in Rieten. Dus die route is wel bijzonder geschikt voor wielertoerisme. Je bent verder van de hoofdbaan. Je kan hier ook op de dijk aan de rechterkant fietsen tot Terneuzen. Thank you.
Dus hier aan de linkerkant heb je die woonwijk Othene. Het bestaat wel al meer dan 5 jaar. Dat wordt uitgebreid, maar langs deze kant hier, dus het is echt een natuurgebied. Dan de andere kant van de woonwijk heb je, ja, iets meer dan een kilometer naar de N290, maar bon, daar is er geen openbaar vervoerverbinding, dus je blijft vast in de woonwijk. Nee, meer dan 3000 inwoners ook, hè. Belangrijk om te zeggen. Prachtig hier, we zullen hier eens zien. Die omvang van die dijk hier. Ongelooflijk. Ik ga hier nog even een short maken. Dat vind ik nog even de moeite om te delen. Dus een short is een video van maximum 1 minuut. Normaal kan ik hier naar boven, hè. Er is dus geen verbinding tussen de dijk en terug naar beneden gaan. Nu zie ik wel hier toevallig op deze locatie. Kijk, ik kan het hier zien, dus je hebt hier wel een stuk voetpad. Dus ik had gedacht dat hier wel een verbindingsroute is, maar daar bleef het bij. Dus ik kan even sporten en hier naar beneden met de fiets. Of terugkeer met de fiets langs dit hier. Of gewoon een wandeling doen langs dit hier. Is hier nog goede omvang, hè? Fantastisch hoe hoog dat hier is, maar. En het panoramisch zicht op de neus, hè? Daar waterfront, de jachthaven aan de rechterkant dan. En hier dus die nieuwe appartementsgebouwen die erbij komen. Daar aan de linkerkant staat het bord Terneuzen. Dus feitelijk hier ook de ingang van Terneuzen. Bon, ik heb ondertussen dat stuk hier te voet gedaan.
En dan even verder heb je hier wel een aansluiting. Er stond daar niet aangeduid dat het een doodlopende verbinding is. Hè? Dus hier heb je het pad, deze kant en deze kant is nog even de andere kant. Dus ga je vroeger, via het andere pad, even ervoor bedoel ik dus, naar boven hier, dan kan je niet meer weg. Hè. Dan moet je wel langs deze route een stuk te voet stappen of eventueel met de mountainbike hier doorfietsen. Ja, dat is het hier. Thank you.